laatste keer dat ik in Molina was. Toen ik ook stil draag. Oh. Ik vind het wel een heerlijk rommetje. Ja, het is leuk. Ik heb er, iets van 50 kilometer op gereden. Nul staal is te filmen. Oh, god, we staan er weer op. Enorme loop op hem. Marcel van Minnen doet een dansje. Heeft iemand een dop bij hem? Ik heb zo'n dop bij me, hè. Doe je starten? Ja, voorzichtig, anders ga ik ermee springen hier, hoor. Oh man. Hij staat al, hij vonkt ook. Ja. Maar hij is wel zeikers nat. Pas op, staat nog. Laat hem even drogen. Ja. In de zon. Dank je! Maar zo, die is weer gewoon weer echt. Vakantie, zegt hij maar. Ik kan niet mee, dat gaat niet zo makkelijk, een copy en paste. Dus kan ik gewoon even. Gewoon weer doorgeven, met zijn werk bezig gaan. Nou, we staan hier bij Ducati Bolzano. En ik heb hier de monteur, die kijkt even of hij de zimmerringen kan poetsen. Ja, maar hier zit je bij een echte specialist, hè? Ja. Zijn was er maar achter. Ja. Er sind schon Streifen drin vom Sand. Okay. Deshalb. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das gut bleibt. Das hält. Und ein neuer Zimmerringer wird das? Neue Zimmerringer, ja. Zimmer. Da muss man den Stoßdämpfer verschleifen. Verschleifen, also auch. Okay. Und dann. Okay. Hoe heet deze pas, Marcel? Nou, geen idee. Boeit jou dat? Ja, wil ik wel weten eigenlijk. Bochtige wegen. Bochtige wegen. Nee, we gaan de marmolada op. Oh ja, marmolada. Ja. Gewoon jammen is dat. Het is gewoon ongelooflijk schitterend. Ja, schitterend. Prachtig hier. Ja. En we hebben nog rotweer ook erbij. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Ja. Ja, dat heb je zo. Heb ik ook nog zo'n heel warm doorwaai jasje aan. Ja. Vreselijk. Het is gewoon afzien. Wordt tijd dat we weer gewoon in Nederland gaan rijden. Ja, een lekkere rechte provinciale wegen. Ja, maar lekker politie achter je aan. Ja, politie. Lekker veel flitspalen. Ja.
Nee, ik word niet gegeven van het gezelschap, hoor, in het algemeen. Weet je, dan moet ik ook echt, dan heb ik niet voor het gegeven. Vandaar waarschijnlijk dat ik de laatste keer de meisje van de stoot had. Dat is gewoon een maag weg. Pauze. En Marcel moet eventjes wat met zijn techniek doen. En dit zijn de temperaturen. 41 graden. Ongelooflijk. 41 graden. Ik ben blij dat we in de bergen rijden. Dat het af en toe wat koeler als omhoog gaat. Die bandjes zijn lekker warm. Moet je die bandjes warm. Oh. Lekker hè? Oh, heerlijk warm. Ah. Oh, je hebt een gekke ding eraan. Oh, ja. God. Ah, het is hier fantastisch. Kijk toch eens. Ja, het is hier fantastisch. Vakantieman! Vakantieman Lex! Vakantieman Lex! Het is hier fantastisch. Jezus, kijk toch eens eventjes wat de shots ook allemaal hebben. Ja, wat de shots hè. Oh. Waar zijn we eigenlijk? Zijn we in Italië? Nou, een statement opnemen van Marcel. Een statement. We zitten nog heel eind van Catalonica. Ja, nog van 170 kilometer. 170 kilometer. En ik weet niet hoe laat het is, maar het wordt steeds later. En we komen steeds later aan. En het maakt ook niet uit, want wij hebben uitstekend ons zin. Wij hebben het prima. Nou, ja. Kijk, de Italiaantjes zijn hier ook te vinden. Hè. Die kunnen die pas natuurlijk ook wel vinden. En natuurlijk allemaal Ducatis. Hè. Natuurlijk. Wat anders.
Ja, GoPro. Ja jongens, zeg het maar, dit is wel het mooiste shot dat er is. Prachtig, grazie, grazie, grazie. Molte grazie, molte grazie.
Waar heb je dat? Nou, heb je weer twee vriendinnen erbij, Marcel? Altijd. Ja, maar het is wel lekker. Dat was wel weer nodig.